Goedemorgen, beste abonnees, beste kijkers. Nou, het is 7 uur. Het is al op tijd wakker, maar goed, we moeten op tijd weg. Want we moeten de veerboot halen in Moskenes. Nou, daar achter mij zie je nog als het goed is, kun je nog net een boot zien met 4 van die zalmkweekbassins. Dus die worden waarschijnlijk ergens op een andere plek gelegd. Gisteren zagen we er ook al wat. Dus, maar goed, het is vandaag een heerlijke dag om weer te gaan motorrijden. Het is prachtig weer. Het is, de zon is, nou ja, de zon schijnt hier sowieso al 24 uur. Maar het is een mooie blauwe hemel. Af en toe nog een klein wolkje. Een beetje nevel op de berg daarachter. Maar goed, het lijkt voor vandaag een hele mooie dag te worden. En we gaan eerst zo nog even lunchen. Nou, deze nacht heb ik wel iets beter geslapen dan voorgaande nacht. Maar goed, het blijft toch een beetje een probleem. Maar goed, dat is niet anders. Er zijn meer mensen die er last van hebben. Ik sprak gisteren nog met een Noorse jongeman, motorrijder. Zelfs die kwam hier uit de omgeving. Hij zei, ik heb daar zelfs in de zomer problemen mee. Hij zei, we hebben vaak in de zomer ook lange dagen. Dus, maar goed. Ik ga eerst even ontbijten. Ik zal nog even snel bij langs lopen met de camera. En dan zien jullie mij straks weer op de motor. Doei. Goed, ik sta nu op het terras, nog steeds, vlak bij de brug. Prachtige omgeving hoor, absoluut. Nou, daar zie je nog een wolk tegen de berg aan. Een boot met een bassin. Bassins. We lopen nu naar de lunchgedeelte. Dus een deel. Daar is dan het lunchgedeelte. Zijn mijn Duitse vrienden al aan het ontbijten. Die olie had ook genoeg, wat tellen. Het is een beetje hetzelfde als gisteren. Dus, jullie zien me straks op de motor. Voor mij hangt nog een wolk tegen de berg aan. Dat geeft ook zo'n mooi gezicht. Even kijken of dat geluid goed doet. Test E2, ja. De geluidsbalken gaan hier neer. Prachtig gezicht is dit. Dus, ja, het is een schitterende omgeving. Ik weet niet of ik het goed opgenomen had, want... Ik had net weer wat. Waarom is dat de microfoon? Nog, ja, de microfoon stekker, daar ben je niet goed in. Nou ja, ik weet niet of ik het al gezegd had, maar deze drie Duitse vrienden voor mij, de eerste drie, die hebben eergisteren een boete gekregen wegens snelheidsovertraining. En dat loog er niet om. Ze zijn gelezen. Ik had begrepen, ze waren op liefst van 20 kilometer te hard. En waar men 60 mocht, geloof ik, als ik het goed heb, ik weet niet helemaal zeker. Ze waren aan het inhalen. En zoals ik al zei, ja, ze zijn gelezen en de bekeuring die ze hadden was €700. En niet voor alle drie, nee, per persoon. We hebben het over een bedrag van €2100. Dat is toch... fors. Nou, die jonge Noorse man die ik gisteren heb gesproken heb, die zei ook al van ze zijn hier helemaal gek aan het worden met hun bekeuringen. Ze zijn heel streng. Nou ja, dat blijkt dus in dit geval.
Dus toch maar een beetje voorzichtig rijden hier. Je hebt overal wel camera's, maar ja, die worden ook af en toe zijn van die mobiele flitsgebeuren of lasers. Dus sneu geld, wordt de vakantie dan wel duur. Nou, vandaag hebben we een trip van ongeveer 270 kilometer te gaan naar Moskenes. In Moskenes hebben we een veerboot besproken en die gaat om 3:15. We moeten daar sowieso om 2:00 zijn voor het inchecken. En de veerboot gaat van Moskenes dan naar Beude. Dus vandaar dat hij ook vanochtend wat vroeg zijn vertrokken. Toch niet voor verrassing komen te staan. Dat we nog genoeg speling hebben om een beetje te rusten. Of ergens nog even pauze te nemen. En de overtocht duurt ongeveer 3:00. Een kwartier geloof ik. En in de omgeving Beude moeten we ongeveer nog 30 kilometer rijden. Dan hebben we weer een... Mijn Duitse vrienden hebben een hotel geboekt. Ik heb een hutje geboekt, een paar kilometer verder als hen. Dus, maar goed, we zijn wel de hele dag dan in touw. De boot voor 3:15, 3:00. Dus 3:15, 5:15, 6:00 zullen we dus 6:00 weer zullen we dan in Beude zijn. Dan nog even het plekje opzoeken. Ja, dan is het al gauw weer 7:00. Nou ja, vanmorgen, ik heb nog geen idee welke, ja, we gaan allemaal zuidwaarts, maar welke route ik ga pakken. Dus het zal nog 1 of 2 dagen zal ik dan met deze groep optrekken. En dan gaan we al ons eigen pad weer vervolgen. Ik wil dan door naar Zuid-Noorwegen. Dat heb ik al meer eerder gezegd, maar goed, ik zeg het nogmaals. De Atlantic Road wil ik graag rijden, de Geiranger wil ik graag nemen. Nou ja, die bergketen is afgesloten. De Tolstiegen, als ik het goed uitspreek. Wegens vallende stenen. Ik had dat al gelezen. Dus, maar goed, een abonnee van mij die had mij geattendeerd. Je kan wel naar de uitkijkpunt boven. Dus dat gaan we allemaal zien. Maar zover is het nog niet. Het zal nog een aantal dagen duren voordat ik daar ben. Maar voor nu eerst 7 dagen heerlijk genieten van Lofoten. We rijden nu op Lofoten naar het zuidelijke puntje van het eiland. De omgeving blijft gewoon verbazen hoe mooi het is. Ja, de omgeving is gewoon indrukwekkend. We rijden hier weer een fjord binnen. Het is wel een stevige wind hier. Ja, dat tip vaak is een tol dat die wind er doorjaagt. Dat kan je hier ook merken. Het koelt dan ook snel af. We rijden ook nog aan de schaduwzijde. Ja, schitterend hier.
Nou, je merkt wel dat er in Noorwegen veel snelheidsbeperkingen zijn. Zoals hier is het allemaal 60, maar goed, dit is gewoon een stukje bebouwde kom. Dat is prima. Er zijn plekken bij, dan mag je dan maar 40. Maar sowieso, langs de fjorden ook rechter stukken weg, mag je dan maar 60. Dan denk ik, ja, het had ook 80 gekund, maar goed. Ze hebben hier een ander beleid. Nederland is ook redelijk streng met hun verkeersbeleid. Ja goed, daar zie je dat ze ook alweer bezig zijn met de weg. Soms worden weer wegen of tunnels gegraven. Gegraven? Dan moeten ze eruit breken. Het is al een en al gesteente hier. Ja, het is even wachten voor het rode licht. Wegwerkzaamheden. Ja, we hadden allemaal nieuwe wegen aangelegd hier. En er zijn ook veel nieuwe tunnels hier gemaakt, toch de route wat sneller te maken. Ja, Ulrich was even de motor afgeslagen. Ja, de wind is best wel stevig hier in het dal, daarvoor ook al. Dus geregeld een beetje corrigeren. De vegetatie groeit hier heel anders als nou ja, natuurlijk bij ons, maar het is best wel koud. Alle boompjes blijven best wel laag, de berkenboompjes ook. Ze zijn grillig en deze zijn nog redelijk dun. Hier gaan ze nog wel, maar er zijn plekjes bij. Misschien komen we zo nog wel wat tegen. Dan zie je gewoon die grilligheid van die boompjes. Die zijn zo klein. Ja, hier zie je het ook al iets meer. Kijk, zoals deze boompjes. Ja goed, dat heeft natuurlijk ook met het klimaat te maken hier. Het is, de winter zal hier nog wel heel streng zijn. 50. Beetje de snelheid houden. Maar dat valt je dan op. Naarmate je naar koudere gebieden komt, zie je gewoon die grilligheid van die kleine boompjes. Deze zullen nog wat groeien, maar bijzonder. Leuk om te zien trouwens. Breed transport. Kijk toch iets wat prachtig. Nou, ik heb het al vaker benoemd. Ik weet
je weet gewoon niet waar je moet kijken. Links, rechts. Dus alle kanten is het gewoon zo prachtig. Het is echt een verbazingwekkend mooi landschap. Ja, echt, die moet je echt met eigen ogen zien. Dit is niet op beeld vast te leggen. Ja, ik leg het wel vast op beeld, maar dat kan je nooit, dat gevoel in die diepte, dat kan je nooit in beeld vangen. Wauw, wat een omgeving. Dat is echt niet te filmen. Die blauwe kleuren in het water. Ik weet niet of het goed op de camera te zien is. Vooral een beetje aan de oeverkant zie je de mooie blauwe kleuren. Nou, en de droombeelden van gisteren had ik ook al wat laten zien. De temperatuur is weer opgelopen tot 50 graden, dat merk je dan ook direct. Het is wel even iets aangenamer als 11 graden natuurlijk. Wat voor mij nog wel ietsjes warmer worden. Goed, dat is hier nog niet aan de orde. Ik ben zo blij dat ik die keuze heb gemaakt om richting de Noordkaap te gaan en weer op het terugweg via Noorwegen, want dit is zo geweldig. Ja, ik ben helemaal
verbaasd over de schoonheid van het landschap. Ik had toch van mij ook al in een eerdere deel gezegd, Oostenrijk, ook prachtig hoor. In de Duitse Alpen, Zwitserland. Het Alpengebied is ook schitterend, maar dit... Dit is voor mij wel een van de mooiste plekken hoor. Ik zei, ja, ik val van de ene verbazing naar de andere verbazing. Van de schoonheid van het landschap. Dan geef je weer een tunneltje en dan zal ik straks stoppen met praten. Wat weer een schitterende dag om te gaan rijden. Nou goed, we moesten sowieso rijden, maar... Het is een prachtige dag.
Want er ligt een stuk water van het tankstation straks. Wilt u nog weiter fahren van het tankstation straks? Wann musst du, wie lange kommst du noch? Oh, er geht 150 Kilometer noch. Ja, es ist jetzt einer in 30, ja. 100 Kilometer. Ja, dann muss man die von 30 haben, ja. Ja, können wir aber auch. Ich muss dann... Ein bisschen aufwärmen. Ja, es ist kalt, frisch. Nou, even een kleine pitstop. Dan gaan we verder. We moeten even benzine tanken. Dat gaan we straks even doen. Het is, ik heb even een extra shirt aangedaan. Het is best wel frisjes nog. Dus we gaan weer rijden. Goed, even een kleine pitstop gehad. Even wat extra kleding aangedaan, want we hadden het allemaal een beetje frisjes. We gaan nog een stukje rijden en nemen even een kop koffie bij een tankstation. We moeten nog even brandstof tanken. Ja, je ziet hier in de zee, het zijn allemaal eilanden. Het is één groot eiland natuurlijk, met kleine eilandjes eromheen. Nou, we rijden hier in, zoals je kunt zien op de kaart, ik hoop dat het te zien is. We rijden dus onder het water door. De tunnel gaat ook redelijk stijl naar beneden. Dat zal je zo niet zien op een camera. En nu gaat hij langzaam weer omhoog. We hebben meer van dit soort tunnels gehad. Die gaan dit inderdaad onder het water. Van of die kleine eilandjes waar hij dus onder, naartoe gaat. Dat is een echt een staaltje bouwtechniek. Wel chapeau. Goed, dit landschap is natuurlijk al, bestaat grotendeels uit gesteente, dus het is redelijk stabiel. Nou, we zitten achter de vrachtauto, die heeft best veel moeite om weer omhoog te komen. Dus dan kun je nagaan hoe steil het naar beneden gaat en weer omhoog. Goed, nu zijn we weer door de tunnel. Een stukje aangenaam met een extra laagje kleding eronder. Dat kon je toch even, het verschil kun je nu wel merken. Het is ja, frisjes hier. Vooral als je in de schaduw rijdt van zo'n berg. Het is ook zo mooi blauw hier. Ja, dat is waarschijnlijk niet goed te zien door de camera, maar schitterend. We'll be right back.
prachtig hoe die mist daar in de verte tegen die berg wat wordt opgedrukt. Even krap met een vrachtauto en een bus. Het gaat. Het is een smal padje. Maar het gaat helemaal goed komen. Nou, het is gelukt. Hier zie je langzaam de mist een beetje komen. Mist wat van de zee afkomstig is. Wat schapen lopen. Ja, goed, en dan merk je dus direct dat die temperatuur snel zakt. Goed, de blauwe hemel is verdwenen. We hebben hier te maken met behoorlijk wat mist. Goed, dat kan een andere berg straks wel weer verdwenen zijn. Prachtig hoe die eilandjes daar in de water liggen. Dan heb je zo'n klein eilandje, staat er gewoon een huisje op. Ik heb niet helemaal scherp welke plaats dit is. Het is een redelijke grote plaats. Ik zie daar een plaatsnaam bord. Zwolberg. Ik denk dat we hier wel eens even een benzinestation vinden. En dan even een kop koffie doen. Voordat we weer op pad gaan. Een prachtig avondje hier. Veel kleine bootjes, pleziervaart. Een Shell. Ik ga stil voor de Shell. Dat zei je ook. Dat is toch betere brandstof.